Mijn naam is Kees Maris, uh, van bureau Maris uit Zeewolde. Wij, uh, met ons team van specialisten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, uh, houden we ons eigenlijk dagelijks bezig met uh, het ontwerp van uh, het landschap, maar ook van de uh, stedenbouw en allerlei andere zaken, uh, om uh, Nederland steeds mooier te maken. En uh, Flevoland heeft een bijzonder plekje eigenlijk uh, in, uh, in ons bureau, want we zijn ook gevestigd in Flevoland. Wat uh, triggerde ons bij de vraag die Flevoland stelde, uh, ja, het verhaal van Flevoland wordt verteld, maar hoe breng je het ook zichtbaar? Hoe maak je het ook zichtbaar? En dat was eigenlijk de opgave die we onszelf gesteld hebben in het plan. Uh, ik neem u even mee. Wat hebben we daar nou in bedacht om de pioniersgeest, want daar is Flevoland ook uit ontstaan, uh, verder te brengen? Die agrariërs die hierheen kwamen, wel bij elkaar 1700 stuk, zeg maar, in heel Flevoland, die brachten wel hun gebruiken mee, maar niet hun archetypes. Wij noemen dat de boerderijen en hun erven als het ware. Uh, dus we brengen eigenlijk uh, verleden, heden en toekomst bij elkaar. En dat doen we ook op deze plek door ook een boerderij van de toekomst neer te zetten. Huh? Waar gaan we naartoe, zeg maar, als het ware? Uh, en dat zou je heel goed kunnen doen door een soort coöperatieve boerderij uh, te stichten, waardoor burgers ook deel kunnen nemen en hun eigen voedsel kunnen verbouwen in, in samenwerking met boeren. Dat is het gedachtegoed wat we daarin hebben. En als laatste niet te vergeten, dat is het landschap natuurlijk. We verbinden ook en we reflecteren ook op het landschap, als het ware. Het landschap die ruimte biedt hier in Flevoland. Nou, dat is eigenlijk in korte bewoordingen het gehele plan. Ik kijk nog even naar een volgende dia. U ziet hier nog even de locatie. En dat is toch wel bijzonder om te noemen. He, Zeewolde heeft een enorm groot buitengebied uh, en, een, en een kern en daartussen een groot bosgebied en we leggen dat eigenlijk precies middenin. Dus als het ware fysiek brengen we die agrariën ook in contact met die burger en die burger juist ook met de agrariën. Ik sta nu met u in het plan zelf aan de Linderlaan zoals u ziet en ik kijk even met u richting Zeewolde. Kijk deze kant op is dat. Ziet u nog wat meer van uh, de Linderlaan zeg maar. Dit is uh, in de richting van Zeewolde. Je kunt het net niet zien, maar daar ligt uh, zeker Zeewolde. En nu ben ik weer even terug op de plek. En als ik dan samen met u achter mij kijk, dat is het Zwentse knooperf wat we daar gesitueerd hebben. En dat is eigenlijk een boerderij die veelal voorkwam, zeg maar in Twente, op knooppunten. Achter deze boerderij ligt ook eigenlijk nog weer een laan in het bosgebied. Dat vonden wij een fantastische plek om die hier te laten landen, als het ware, deze boerderij, dit boerderijtype. Ja, ik sta hier met u op de dijk, zo'n typisch... icoon van het uh, polderlandschap, maar ook van half Nederland, zeg maar. We hebben dat soort eleme elementen hier in het plan gebracht: een dijk, maar ook een terp, maar ook kreken. Uh, dat vormt ook mede het casco van dit gehele plan. Ik kijk nu eerst ook even naar uh, de coöperatieve boerderij. Ik, u ziet hem daar in de verte staan. Dat wordt ook het centrumpunt eigenlijk van het plan, hè, waar activiteit is met burgers, buitenlaai... en boeren. En als ik dan. Even uh, ver, verder kijken, dan ziet u zo'n typische archetype van een kophals-romboerderij uit het Friese En U ziet daaronder ook die terp liggen, zeg maar. Zo'n landschappelijk element wat daar ka karakteristiek aan is. En dan draaien we nog als het ware weer wat verder door. En uh, dan, ziet u, dan ziet u hier eigenlijk hè, ook een heel typisch uh, boerenhoeven uh, element van de theeboerderij aan het rivierengebied. Kwam die veel voor aan die dijk ook weer waar we op staan. En dan draaien we nog een stukje door. En dan ziet u eigenlijk hier de, een, een typisch kenmerk van een Zeelse boerderij. Uh, prachtige elementen, prachtige schuren waren dat ook. En die staat eigenlijk, dat ziet u niet helemaal, maar aan een kreek als het ware, tegen de boshand aan. En dat is eigenlijk uh, wat we hier willen bereiken: die archetypes neerzetten, maar dan wel in een eigen tijdse setting met ook een activiteit die daar kan plaatsvinden. En deels is dat zorg, deels is dat ook die agrarische vernieuwende wereld, en deels kan dat ook wonen zijn. En daarmee maken we een echte icoon voor Flevoland, die het verhaal zichtbaar maakt en vertelt van Flevoland. Ja, we staan hier op eigenlijk het hart van het plan. U ziet hier uh, deze ronde stip hier liggen. Dat is de kruising van de Lindelaan met de Woudse weg. En uh, daarachter ziet u dus die Lindelaan. En uh, ja, dat wordt uh, in de toekomst een bijzonder punt. Uh, als we dan verder draaien, dan ziet u uh, vervolgens, uh, u ziet nog even de Groene Woudse weg in die richting, en dan ziet u daarachter het land eigenlijk het land van uh, de boerderij van de coöperatieve boerderij. Uh, daar wordt uh, fruit geteeld, daar worden allerlei groenten geteeld, daar worden uh, andere zaken zeg maar die wij nuttigen geteeld. En dan ziet u hier achter mij uh, uiteindelijk uh, de coöperatieve boerderij zelf. Uh, we stellen ons voor dat dit misschien wel de landwinkel wordt waar men samenkomt. En uh, dit is dus eigenlijk ook het hart van het hele plan. Waar uh, menselijke activiteit samenkomt. Mensen uit het dorp, de burgers die betrokken zijn op die coöperatie, maar ook natuurlijk de mensen met mogelijkheden die hier even verderop wonen in het plan en hier ook een, een dagelijkse activiteit uh, vinden. Nou, uh, hiermee eindig ik mijn uh, verhaal hier op de plek in het, uh, in het gebied zelf. Dit plan is uh, van toegevoegde waarde voor Flevoland omdat het uh, uh, zeg maar, uh, het verhaal van Flevoland echt zichtbaar maakt. Het verleden, maar ook de toekomst. En uh, het biedt kansen voor allerlei pioniers van deze tijd. Voor vernieuwende architectuur, andere woonvormen. Voor uh, gezamenlijkheid uh, en ook voor uh, bijzondere uh, natuur- en landschapsbeleving. En ook recreatie. En daarmee hopen wij een bijdrage te leveren aan het ja, product Flevoland, als het ware.